welkom bij deze nieuwe video. Zoals je kunt zien ben ik nog helemaal in mijn badjas, handdoek, vibe. Omdat ik vandaag weer bij jullie terug ben met een Get Ready With Me. Wat dus inhoudt dat ik me helemaal ga klaarmaken samen met jullie. Dus niet alleen make-up, maar ook haren, kleding. Ik heb ook wat nieuwe kleding ontvangen van Chiquelle. Er is ook een super grote Black Friday deal. Dat ga ik allemaal aan het einde van de video vertellen. Dus blijf vooral tot dan. Dus ik ga me gewoon helemaal klaarmaken samen met jullie. Het enige wat er een beetje anders is met mijn andere Get Ready video's is dat ik mij normaal klaarmaak voor iets leuks, voor iets groots. Een feestje, uitgaan of whatever. Vandaag is het eigenlijk een beetje gewoon een normale dag. Ik heb super veel afspraken, al vanaf 11:30 en dan gewoon de hele middag. En ik heb niet meer veel tijd. Het is nu 10:30. 11:30 moet ik bij mijn eerste afspraak zijn. Dat houdt in dat ik ongeveer 1,5 uur heb om me klaar te maken plus deze video te maken. Dat klinkt misschien als genoeg tijd, maar dat is het niet. 1,5 uur is niet heel veel tijd meer om ook nog een hele video te maken. Dus ik ga vandaag opschieten. Ik ga vandaag jullie mijn make-up look laten zien die ik maak als ik dus haast heb, als ik snel moet zijn. En ook mijn haren. Ik ga mijn haren gewoon in een knot knallen. En dus ook laten zien hoe ik dat doe. En qua kleding gaan we naar alle nieuwe kleding van Chiquelle kijken. En dan even zien wat de outfit wordt voor vandaag. Dus het wordt vandaag een leuke video. Maar we hebben haast, jongens. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, ik zei dus dat ik nog echt niks heb gedaan. En dat is echt letterlijk. Ik heb letterlijk niks gedaan. Ik ben hier gaan zitten. Heb jullie aangezet. En ben gelijk begonnen. Dus ik ga beginnen. Ik heb dus wimper extensions. Zoals je kunt zien. I love it. Dat scheelt weer super veel tijd. Altijd het eerste wat ik doe is een lipbalmpje. Want ik heb droge lippen. En ik wil niet heel tijd droge lippen hebben terwijl ik me aan het opmaken ben. Ik heb hier een biologische lipbalm van Dr. Bronner's of zoiets. Die is gewoon te halen bij Douglas. Alles wat ik vandaag gebruik staat beneden in de beschrijving. Als je het wilt vinden. Deze is bio. Vooral lipproducten vind ik toch wel fijn om die gewoon bio te hebben. Want ik wil gewoon niet dat er allemaal gif in mijn mond gaat. Ik gebruik nog wel gewoon normale lipsticks en gloss. Dat is dan wel weer gif. Maar ja, als dan op zijn minst mijn lipbalmpje het niet is, hebben we toch weer 1 stap vooruit gezet. Je gaat ook vandaag vooral in mijn skincare een hoop bio producten zien. Want die heb ik eigenlijk al helemaal veranderd naar 100% bio. Qua make-up niet, want hè, mijn kanaal, ik moet ook gewoon normale make-up kunnen gebruiken. Dus qua make-up is niet alles bio, maar qua skincare wel. Oké, dat is gedaan. Nou ga ik beginnen met de wenkbrauwen. Wenkbrauwen is ook altijd een avontuur, jongens. Ik haat het om mijn wenkbrauwen te doen. Wimpers heb ik nou al. En 2 december heb ik ook een afspraak om powder brows te gaan laten zetten. En dan hoef ik officieel mijn wimpers en mijn wenkbrauwen niet meer te doen. Dat vind ik zo fijn. Maar voor nu moet ik ze gewoon nog doen. Ik gebruik altijd mijn NYX Micro Brow Pencil. In de kleur Espresso. Is een donkerbruine kleur. En wat ik dan doe is eerst mijn haartjes zo omhoog borstelen. En dan ga ik het inkleuren en zeg maar de lijn maken. En ik maak de lijn zo vanaf hier. Dus ik ga niet helemaal naar het begin. Want anders heb je zo'n blokkerige wenkbrauw. Dus ik begin ongeveer hier. En dan ga ik gewoon zo een beetje schetsen. En dan maak ik zo de shape die ik wil, zeg maar. Ik was dus laatst mijn wenkjes aan het harsen. En oh my gosh, ik heb gewoon hier een stuk haar weggeharst. Hier hoorden gewoon haartjes. Het is niet heel veel, godzijdank. Maar ik heb dus hier gewoon iets te veel haren weggehaald. Echt super dom. Maar goed, nou heb ik dus de shape gemaakt. Nou ga ik het hier gewoon een beetje inkleuren. Ik blijf nog steeds alleen maar, dus allemaal hier. Ik ga nog steeds niet naar het begin. Zo, en dan een product die ik nog steeds gebruik. En het zal jullie misschien verrassen dat ik hem nog gebruik. Maar dat is de Eyebrow Magic Pen van Kruidvat. Deze is gewoon te halen bij Kruidvat. Deze had ik getest in een video over allemaal Kruidvat Random Beauty producten. En ik vind hem nog steeds super fijn. Het ziet er zo uit. Kijk, het is zo'n hele aparte pen. En hiermee vul ik dus het begin in. Dit maakt zo van die neppe haartjes, zeg maar. En ik vind het nog steeds echt geweldig. En dan gewoon een klein beetje. En dan ben ik klaar en dan heb ik niet zo'n blokkerige wenkbrauw, want dat had ik altijd vaak. Zo, en that's it. Dan is het een stuk meer natuurlijk dan als ik was ingegaan met dit potloodje helemaal in het begin. Dan ga ik het nou onder zo strak maken met deze Catrice concealer. Ik vind het altijd fijn om hiervoor een meer harde cream concealer te gebruiken. En dan als laatste nog wenkbrauwgel. Deze is van Beauty Bay en dit gaat de haartjes maar op hun plek houden en maakt het allemaal ook weer iets meer natuurlijk. En daar houden we van. Ik vind het echt super mooi. Ik haat het altijd om mijn wenkjes te doen, maar ik vind het wel altijd er heel mooi uitzien op het einde. Maar ik ben blij als ik ze straks niet echt meer hoef te doen. Want het scheelt zoveel tijd. En ik vind het ook gewoon niet leuk om ze te moeten doen. Oké, nou gaan we beginnen echt aan het gezicht of ga ik eerst mijn haar doen?
Nee, ik denk dat ik vandaag eerst mijn hele gezicht ga doen en dan op het laatste mijn haren. Ik ga beginnen met dagcrème. Die is ook weer biologisch van Avril. Is een van de meer betaalbare biomerken. En dit is een dag- en nachtcrème combinatie. Is dit de beste dagcrème ever? Nee, het is gewoon echt de meest basic crème ever. Als je echt een probleemhuid hebt of echt wil dat je crème iets doet voor je gezicht, dan zou ik hem niet aanraden. Maar als jij een beetje een relatief probleemvrije huid hebt, als mij, of je bent nog heel jong, dan is dit gewoon echt ideaal. Want het hydrateert gewoon, maar meer doet het ook niet. Dus zou ik hem hierna nog halen? Ik denk het misschien nog wel, zolang ik nog geen problemen heb met mijn huid. Maar ja, ik word ook weer een dagje ouder. Ik ben al 28, dus misschien moet ik wel wat gaan investeren in een echt goede dagcrème, zeg maar. Vooral ook misschien eentje waar een beetje SPF in zit, want dat heeft deze ook gewoon helemaal niet. Dit wordt dus echt een snelle make-up look, want ik wil vandaag snel klaar zijn en er gewoon mooi natural uitzien. Ik ga mijn gezicht primen met deze e.l.f. primer. Deze is puur en alleen voor de poriën, dus ik breng gewoon een beetje daaraan. En die werk ik dan gewoon zo in en dan wordt het hier wat meer egaal. Dan heb ik niet zo van die grove poriën, want dat vindt niemand mooi. En dit maakt ook een beetje mat. Ik breng altijd een beetje aan op mijn kin. Want dat is mijn probleemgebied. Dan laat ik het allemaal een beetje inwerken. Oké, dan de volgende stap is ik ga foundation overslaan. En ik ga in met een biologische SPF. Deze is 50+, dus hoge bescherming. En het heeft een tint. En het heeft best wel een heftige tint. Het maakt je gezicht echt egaler. En het geeft echt best wel veel kleur. Het is van Alpha Nova of zoiets. Maar ik heb het ook weer staan beneden in de beschrijving. En ik vind hem echt wel fijn. Hij is wel best wel vettig. Dus als je dan een vettige huid hebt, weet ik niet of je hem top gaat vinden. Maar kijk, zoals je kunt zien, het heeft echt super veel kleur. Het is gewoon een beetje als een BB cream-achtig iets. En deze ga ik gewoon over mijn hele gezicht smeren. Kijk, zie je dit? Het is niet gewoon een lichte tint. Het heeft wel echt wat kleur. Niet heel veel dekking, gewoon een lichte dekking. Deze gaat dus over mijn hele gezicht. Ik vind dus de vettigheid op zich wel fijn, want ik heb een normaal tot droge huid. Maar ik maak het ook straks gewoon weer mat met poeder. Dus op zich maakt dat niet echt uit. Maar ik vind het echt top. En ik kan het ook gewoon zo makkelijk en snel insmeren met mijn vingers. En dat is ook fijn. Kijk, je kunt ook wel zien hoe vettig het is. Het heeft echt best wel wat glans en is echt vettig. Want het is wel gewoon echt een SPF. Maar deze heeft wel echt super goede bescherming. En het is dus 100% biologisch. En daar houden we van. Dan is het tijd voor concealer. Ik ga in met deze concealer van Morphe. Je kunt gewoon ingaan met elke concealer die jij wilt. Ik heb de kleur C2.15. En dan gewoon een klein beetje hier zo. En dan hier zo voor een gelift effect. En ik doe ook altijd zo hier, want hier heb ik altijd hele donkere ooghoeken. En dan een beetje op de kin, voorhoofd en op mijn neus. Zo, nou hebben we een mooi egaal gezichtje. I love it. En nu ga ik het mat maken, anders gaat echt mijn hele gezicht creasen. En dat willen we niet. Een poeder waar ik echt obsessed mee ben de afgelopen tijd is gewoon deze van Boozy Shop. Hij is super goedkoop, maar ik vind hem echt geweldig. Ik had hem ook mee na mijn weekend in Disneyland Parijs. Hij is echt fantastisch. I love it. En dan ga ik basically baken op alle plekken waar ik concealer heb aangebracht. Om het goed vast te lokken, zeg maar. En dan een beetje wat nog op deze ding zit, breng ik het ook een beetje aan op mijn oogleden. Dan een stap die echt heel extra is, die de meeste mensen niet zouden doen als ze haast hebben. Maar ik kan gewoon echt niet zonder. En dat is neuscontour. Dus ik ga in met mijn NYX contour paletje. Ik moet dat gewoon echt doen. Ik zie altijd gewoon super groot verschil in mijn neus als ik het niet doe. En dan om de poeder een beetje te laten intrekken, ga ik in met deze spray van Makeup Forever om het te hydrateren. Hij is bijna leeg, oh my gosh. Ik moet echt weer mijn action spray gaan halen. Die is er gewoon nog, maar ik ga echt nooit naar de action. Ik wacht altijd op het moment dat ik toevallig bij de action ben, maar dat is echt nooit. Maar ik moet echt weer even die sprays hebben, want die zijn echt geweldig voor dus precies deze stap. Nou, even heel eerlijk. Kun je nou zien dat ik niet eens foundation op heb? Je kunt het gewoon helemaal niet zien. Het is gewoon helemaal mooi egaal, alsof ik gewoon iets op heb, maar ik heb niks op. Of ja, ik heb niks op. Ik heb wel iets op, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Nou, dan is nu de stap voor de ogen. Maar die ga ik dus helemaal overslaan, want ik heb wimpers en meer hoef ik niet. Wat ik wel doe is... Waar is mijn wimperborsteltje? Ik doe wel even mijn wimpertjes doorborstelen met deze wimperspoelie. Of gewoon spoelie, het is niet per se voor de wimpers. En dan worden ze weer mooi fluffy en op hun plek. En meer doe ik eigenlijk niet. Dat is dus het ideale aan wimperextensions. Heel af en toe doe ik ook een beetje een wing eyeliner aanbrengen met gewoon poeder of zo. Maar dat doe ik alleen als ik echt zin heb en tijd heb en er extra mooi wil uitzien.
Maar voor nu is het denk ik gewoon dit. Ik wil ze denk ik nog wel iets voller laten maken. Ik vind ze nog iets te veel naturel. Ik had ook gezegd, ik wil heel lang, maar wel naturel. En dat is wel echt precies wat ze heeft gedaan. Maar nu ik ze op heb, denk ik toch van, het had wel nog ietsje voller gekund. Dus ik ga ze nog wel iets voller laten maken. Maak je niet druk, ik maak ze niet te vol. Ik zie af en toe meiden met wimper extension, dat ik echt denk van, alsof je gewoon bezems hebt op je ogen. En dat effect wil ik niet. Dus daar moet ik wel mee opletten. Want ze zijn al heel lang. Ik heb de meest lange 15 centimeter. Dus ik moet opletten dat het niet te vol gaat worden. Maar ietsje voller kan, denk ik wel. Dan is het tijd om mijn gezicht te bronzen met een biologisch make-up merk. En dat is Inika. Inika is echt een van de beste bio merken ever. Ik heb hem in de kleur Sun Kissed. Is echt een hele fijne bronzer. Inika kost wel wat. Het heeft de prijzen van MAC een beetje zo, die prijs. Deze was ook iets van 40 euro. Maar het zijn wel echt goede producten. En het is biologisch. Dus het is gewoon extra waard. Het enige wat niet zo is van hun zijn de mascara's. Die zijn bio niet zo goed. Omdat je moet gewoon dat chemische hebben om het gewoon goed te maken. Maar voor de rest, zoals iets als een bronzer en zo, dan is het gewoon wel echt toppie. Je ziet geen verschil met gewoon de normale make-up, zeg maar. Voor blush en highlighter gebruik ik dit paletje van Iconic London in de kleur Rose Glow. Dit is echt een super mooi paletje met een blush en een highlighter. Allebei heel mooi. Ik ga beginnen met de blush. Die is ook echt heel mooi glanzend. Mooi roze en glanzend. I love it. Dit is echt een van de betere gezichtspaletjes. En dan pak ik de highlightkant. Dan ga ik die zo hier zo aanbrengen in de binnenste ooghoeken. En een beetje op mijn neus, want dit gaat je neus smaller laten lijken, zeg maar. Een beetje hier en dan uitblenden met je vingers. En als je wilt, je kunt het dan ook gewoon als normale highlight aanbrengen hier. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Nou, en dan alleen nog de lippen. Dan ga ik de ballen eraf halen. En ik denk dat ik vandaag een beetje ga voor makkelijke roze lippen. Ik ga in met deze Lifter Gloss van Maybelline in de kleur 005 Petal. Deze is super gepigmenteerd. Het is gewoon alsof ik een lipstick op heb met een gloss eroverheen. Maar dat is dus niet. Dus heel makkelijk en snel. Vooral omdat ik dus vandaag veel afspraken heb, heb ik geen zin om de hele tijd te moeten letten op mijn lippen. En dan deze NYX Matte Setting Spray en dan is het gezicht klaar. Nou, als je je afvraagt hoe lang deze make-up look duurt als ik dus geen video maak, ongeveer een kwartiertje. Binnen een kwartiertje heb ik dit er wel op zitten. Nou, dan is het nu tijd voor mijn haren. Ik heb mijn haren nat gemaakt, maar ik heb ze niet gewassen. Ik heb het echt alleen maar nat gemaakt, want ik wist al, ik ga een knot maken. En het is voor mij makkelijker om een strakke knot te maken als ik mijn haren nat heb gemaakt. Want ik heb krullen en als het droog is, dan wil het gewoon niet plat zitten. Dan gaan al mijn krullen er zo uit, zeg maar, zo eruit springen. En ik wil altijd gewoon zo'n mooie, clean, strak knot. Dus dan maak ik mijn haar altijd gewoon nat. Ik heb verder niks gedaan. Niet gewassen. Niks gewoon. Dus even kijken. Wat moet ik allemaal hebben? Mijn borstel. Obvious. Ook mijn haarproducten zijn bio. Ik heb hier een bio haarspray van Innersense of zoiets. Biologische haarspray. En ik heb ook bio gel van Avril weer. Weer dat betaalbare merk. Deze stinkt wel echt. Oh my gosh. Of die geur is echt vreselijk, maar whatever. Ik wil ook gewoon in mijn haar vooral bioproducten gebruiken. En ik ga gewoon vandaag een makkelijke hoge knot maken. Ik pak even een elastiekje alvast ook. En dan wat ik doe is gewoon mijn haar een beetje kammen. Ik kam niet mijn hele haar door, want het is echt vol klitten nu. Dus dat doe ik nou niet. Ik doe gewoon een beetje alvast kammen om het een beetje strak te krijgen, zeg maar. En dan pak ik altijd een beetje gel. En dan doe ik dat zo alvast in mijn haar. En dan zo hier op mijn hoofd. Maar omdat ik weet dat ik een hoge knot ga maken, breng ik het ook zo hier onderaan. Want dat stuk ga je dus zo meteen ook kunnen zien. En dan pak ik gewoon mijn hele haar. En dan doe ik het zo hoog als dat ik dus de knot ga willen zo meteen. En ik wil het altijd echt hoog hebben. Echt helemaal hier, zeg maar. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. Dan gaat mijn haar er allemaal zo uit. En als het dus droog is, dan wil het gewoon niet erin gaan. Maar nat wel. Dus daarom maak ik altijd mijn haar nat. Kijk, en dan ga ik er zo overheen met de borstel. En dan wordt het altijd wel goed plat. Het is wel altijd een gedoe dit, om het echt goed en mooi plat te krijgen. Vooral als je krullen hebt. En ook zo hier de onderkant van mijn haar. Vooral deze onderkant is altijd moeilijk. Oh my gosh. Maar op zich, het lukt uiteindelijk wel gewoon. Dus dat is wel fijn. En dan maak ik nu gewoon een staart. Eerst. En dan ga ik een vlecht maken. Gewoon een doodnormale vlecht. Want ook hierdoor wordt de knot weer wat strakker. En dan maak ik gewoon zo'n knot. En dan met een elastiek maak ik het dan zo vast. En dan ga ik weer extra zo met mijn borstel in mijn haar. Om het nog mooi strak te hebben op de plekken waar het niet zo strak is. Pak ik ook weer wat extra gel. Gaat ook weer in mijn haar. Vooral hier zo achter.
ook een beetje gel in de knot, zodat hij gewoon mooi strak zit, zeg maar ook. En dan een beetje haarspray, of ja, een beetje veel. Zo, dit ziet er op zich wel gewoon goed uit. En dan ga ik ook nog mijn babyhaartjes goed zetten. Daarvoor heb ik dit kleine borsteltje, daar doe ik een beetje haarspray. En dan ga ik zo mijn haartjes hier mooi op hun plek zetten ook. Zo, dan is nou het make-up en haar gedeelte klaar. Ik voel me weer helemaal mooi en ready en clean en sprankelend. I love it. Dan is het nu tijd voor de kleding. Ik heb ook wat nieuwe kleding ontvangen van Chiquelle, zoals ik al zei in het begin. Chiquelle is een fantastische webshop en ze doen ook mee aan Black Friday, want ze hebben hun beste Black Friday deal ever. 40% korting op alles met de kortingscode BLACK40. Dus als je altijd al hebt winkelen bij Chiquelle, pak nu je kans, want 40% is echt de beste korting ever. En ik zal jullie ook wat kleding laten zien die ik heb ontvangen en ook aandoen. En we gaan het gewoon eventjes samen bespreken. Alles staat ook weer beneden in de beschrijving. Linkjes, et cetera. Dus laten we nu gaan verhuizen naar de slaapkamer. Nou, hier is dus het pakket dat ik heb ontvangen van Chiquelle met 4 kledingproducten. Ik weet niet meer wat ik heb besteld, dus ik ben echt heel benieuwd. Laten we het openmaken. Nou, ik zie echt heel veel kleuren. Oh my gosh, ik heb geen idee meer wat ik allemaal heb besteld. Zwart, rood, geel en nude. 4 dingen. Laten we gewoon beginnen dan maar met de nude. Oh ja, gewoon een hele simpele Chiquelle crop top in een nude kleur. Ik hou van crop topjes. Ik draag ze alleen niet meer echt heel vaak. Maar ik heb dus niet zo'n nude. Dus deze vond ik gewoon heel simpel. Basic. Welke maat heb ik? Volgens mij is het gewoon one size. Oh nee, maat M heb ik. Ik pak vaak bij hun een maatje groter. Dus wanneer ik S heb normaal pak ik vaak maat M. Want anders valt altijd een beetje klein uit. Dus deze heb ik besteld. Nou, dit is dan de top. Ik heb het gewoon aan met een zwarte broek. Maar je kunt hem aandoen met wat je wilt. Gewoon super simpel. Ook wel weer goede kwaliteit. Hij schijnt niet door. Want ik heb hieronder een rode BH aan. En je kunt hem niet zien. Dus hij is echt heel leuk. Ik vind de kleur ook mooi. Dus dat is top. Maar het is wel echt een crop toppie. Dus hij is niet lang of whatever. Je gaat echt een beetje buik zien. Dat moet je wel willen. Maar ik vind het heel leuk. Heel simpel. Voor gewoon met mijn meest simpele outfits ever. Vind ik het wel echt heel erg leuk. En ja, ik hou wel van een beetje basic en simpel. Dus ja, heel leuk. Heel mooi nude. Dan hier ideaal voor de herfst een coltrui in een prachtige beetje okergele kleur. Heel simpel, maar wel echt heel mooi. Ook leuk hier zo bij de armen. Deze heb ik in maat. Oh, one size. Het is gewoon 1 maat. Dus dit is een hele mooie gelige coltrui. En geel staat altijd heel mooi met mijn huiskleur, maar toch draag ik het niet vaak. Dus voor nou, ik dacht, laat me het gewoon bestellen en kijken hoe het staat. Jongens, deze kleur is echt fantastisch. I love it. Je kunt het zo aan doen op de broek of in de broek doen. Je kunt doen wat je wilt. Maar hij is ook echt super zacht. Oh my gosh. Ik vind dit bij de handen ook heel erg leuk. Simpel, maar het is wel echt super goede kwaliteit. I love it. En hij past echt goed. En die kleur is echt fantastisch. Echt een hele mooie okergele kleur. Echt fantastisch. En ik vind het ook heel mooi met mijn figuur. Hij zit strak genoeg zonder te strak te zijn. Echt top, jongens. Chiquelle heeft altijd echt goede kwaliteit kleding. Dus als je gaat voor duurzaamheid, dan is dit echt de website voor jou. Ik vind het echt heel leuk. Ook weer lekker simpel. But I love it. Nou, dan gaan we weer door met een andere coltrui in het rood. Rood is echt een van mijn fave felle kleuren. Deze lijkt op die andere, maar is iets meer stug. En heeft hier verder niks zitten op de armen. Deze is denk ik ook one size dan. Ja, is ook gewoon one size. En een fel rode kleur. Dus ook ideaal voor met kerst, et cetera. Voelt wel goed aan. Lekker dik en van goede kwaliteit. Nou, dit is dan de rode. Nou, ik hem aan heb, zie ik echt nog meer verschil met die dus daar in het geel. Deze is iets meer hard en wat meer stug. Die andere is meer zacht en wat meer los. En deze is wat minder lang. Zoals je kunt zien, hij stopt echt best wel hoog. Echt hier. Dus er is wel echt veel verschil met deze. En deze dus in het geel. Maar ik vind ze allemaal op hun eigen manier fijn en mooi. Deze ook weer super goede kwaliteit. Ik vind dat dit iets meer doet voor mijn figuur. Het maakt me iets meer slanker. Dus dat vind ik wel top. En ja, I like it. Ik denk dat dit een trui is die ik echt in mijn broek zou doen. Maar ik wil het gewoon zo laten zien. Want je moet kunnen zien hoe lang die valt. Maar hij is echt weer goed. Goede kwaliteit. Lekker dik. Lekker stevig. I love it. Echt weer een mooie trui. En ik hou sowieso gewoon van rood. Met kerst ook is dat gewoon echt heel leuk. Dus I love it. Een mooie opvallende kleur. Maar nog wel heel mooi classy. En dan hier een beetje een aparte soort trui. Het is een coltrui, maar zonder een mouw. En hij is een beetje zo wijd. En hier heeft hij een split. Dus ik dacht, dit is misschien leuk met een zwarte leren legging of zo.
Daarvoor leek je mij leuk. Welke maat heb ik? Ik heb maat XSS. Ik denk dat er opties waren XSS of ML. En ik ben gewoon gegaan voor XSS. Vraag me niet waarom. Ik heb nooit XS, maar whatever. En het heeft gewoon een hele hoge kool. En ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Oké, jongens. Nou, dit is hem dan. Hij is leuk. Ik heb hem aan met een zwarte leren legging. De split is tot hier met geen BH. Want je kon de BH hier zien. Dus je moet het aan met een plak BH of een zwarte BH. Hij is echt super goede kwaliteit. Lekker dik. Alleen met wat voor weersomstandigheden moet ik dit aandoen? Want hier is het warm, maar hier is het weer koud. Dus ik weet niet precies wanneer ik dit zou moeten aandoen. Maar ik bedenk wel iets. Of ik ben heel benieuwd naar jullie tips. Let me know. Maar hij is echt super goede kwaliteit. Heel erg dik. Schijnt niet door. Het enige wat ik minder vind met mijn figuur is, als je gewoon zo recht staat, is hij gewoon zo recht. Zie je dit? Het doet verder niks voor mijn figuur. Dus het gaat niet echt mooi zo hier naar binnen of zo. Helemaal niks. Dus het is niet echt flatterend voor mijn soort figuur. Maar whatever, hij is wel gewoon lekker warm en dat vind ik heel fijn. Nou mensen, dit was het dan voor vandaag. Dit was mijn hele get ready with me. Ik ben dus nu helemaal klaar en ik ben op tijd voor mijn eerste afspraak en dat is belangrijk. Let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. Alle info staat ook in de beschrijving. Vergeet ook niet mee te doen aan de Black Friday actie van Chiquel. Want dan heb je lekker veel kosting die je normaal niet hebt. En ik hoop gewoon dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats je ook nog twee video's in beeld. Je kunt gaan bekijken en mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!